over boekwidgets. Hier gaan we een beetje meer kijken naar de verschillende mogelijke oefeningen die je allemaal terugvindt in boekwidgets. Dus daarvoor gaan we opnieuw hetzelfde proces doorlopen. We gaan naar ons vak, oefeningen, beheer, nieuw. En we kiezen opnieuw voor nieuwe boekwidgets oefening. Ziezo, we zitten terug in het systeem van boekwidgets. En zoals daar straks hebben we een testquiz gemaakt. Die zie je hier. Maar zoals je kan zien heb je ook nog heel wat andere spelletjes die je kan maken. Een memory, een woordzoeker, galgje enzovoort. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, eerst en vooral wijs ik jullie op het kolommetje of het puntje voorbeelden in deze linkerkolom. Daar kan je eigenlijk van elke widget die er bestaat verschillende voorbeeldjes gaan bekijken. Dus bijvoorbeeld, ik ga even scrollen. Ik denk een tijdlijn kan misschien wel interessant zijn voor mijn vak, maar ik ben benieuwd hoe ziet dat er juist uit. Dan kan je hier op het pijltje klikken naast tijdlijn. Ik kan een van deze onderwerpen kiezen, bijvoorbeeld Classroom Experience. Die gaat open en dan kan ik hier een voorbeeldje zien van hoe ziet dat eruit, zo'n tijdlijn, hoe werkt dat eigenlijk. En wat kan ik daar allemaal mee doen? Of ik scroll een beetje verder. Ik kan hier eens gaan kijken naar paren maken. Ik druk op het pijltje. Matching expressions ga ik eens bekijken. Voilà. En dan kan ik hier paren gaan maken. Bijvoorbeeld 14 tweede en 3 plus 4 is een paar. Dus je kan ook zelf gaan invullen om te weten hoe het eigenlijk werkt. Dus zo kan je per widget eigenlijk verschillende voorbeelden gaan bekijken. Vind je ergens een widget terug waarvan je denkt, die kan wel echt interessant zijn voor mijn vak? Bijvoorbeeld hier de Animals Memory. Zou ik eigenlijk in mijn eigen lessen wel willen gebruiken, zonder dat ik die zelf hoef te maken? Dan kan je hier ook op Maak een kopie in mijn account klikken. En dan wordt die automatisch toegevoegd aan jouw BookWidgets account en kan je die automatisch door de leerlingen eigenlijk laten maken. En je kan daar zelf ook nog een aantal aanpassingen aan doen, als die toch nog niet helemaal is zoals je zelf wou. Dus die voorbeeldjes zijn zeker de moeite waard om eens eventjes naar te gaan kijken. Stel, je hebt een aantal voorbeeldjes bekeken en je wil graag zelf aan de slag met bijvoorbeeld een legpuzzel, maar weet toch nog niet helemaal hoe je daaraan moet beginnen, dan kan je hier in de linkerkolom voor het vakje tutorials kiezen. Dan kom je op de website van BookWidgets terecht. En hier vind je per categorie eigenlijk over alle widgets een slideshow die jou helemaal uitlegt hoe je dat moet doen. Dus bijvoorbeeld bij de spelletjes hebben we de legpuzzel. En dan kan ik hier in de slideshow gaan kijken hoe moet ik dit nu eigenlijk doen. Dus ik zie een voorbeeldje. Ik klik verder, dus ik moet op het legpuzzeltje gaan klikken. Wat kan ik daar allemaal doen? Bekijken, annuleren, zeggen dat ik klaar ben. Hier kan ik dan de titel aanvullen en zo verder. Dus zo wordt er eigenlijk stap voor stap uitgelegd hoe je een widget kan maken. En dit voor alle verschillende soorten widgets die er bestaan. Indien je nog andere algemene vragen hebt over boekwidgets, kan het ook interessant zijn om de andere tutorials misschien eventjes te bekijken. Van start gaan is de meer algemene informatie dan ook wat uitleg over boekwidgets in Smart School. Daar zullen ook wel dingetjes terugkomen die ik al in de filmpjes gezegd heb. En dan dus de tutorials per widgets en nog allerlei. Dus daar is zeker heel veel terug te vinden over de werking van boekwidgets. Moest je toch nog vragen hebben of er iets niet duidelijk zijn, mag je mij ook altijd een berichtje sturen op Smart School, dus naar Chiara Roofdhoofd. En dan zal ik proberen om jou zo goed mogelijk verder te helpen. Veel succes alvast met allemaal uit te proberen en hopelijk hebben jullie er iets aan.